Het was de afgelopen dagen aardig koud op het trainingscomplex van AZ in Weidewormer. Reden genoeg om een warme jas aan te trekken, maar Jonas Svensson denkt daar duidelijk anders over. Nee, voor mij is het nog steeds zomer. Dat gevoel heb ik. Het is ook een beetje mijn image, zeg maar. Maar ik vind het eigenlijk niet zo koud. Qua resultaten verloopt het seizoen van AZ tot nu toe niet als gepland. En ook over zijn eigen inbreng is Svensson nog niet helemaal tevreden. Ja, niet best, zoals de rest van het team. In de voorbereiding was het echt aan de rechterkant veel spelers wisselen. In de wedstrijd was het Kevin, in de wedstrijd was het Appie en dan was het een beetje zo. En als het team goed speelt, dan is het ook makkelijker voor mij. Het is eigenlijk niet zo belangrijk, vind ik. En ik wil eigenlijk niet zoveel over mijn prestaties praten. Als wij gewoon winnen, dan ben ik zo redelijk tevreden. De afgelopen interlandperiode zou Svensson zich aansluiten bij de nationale selectie van Noorwegen. Maar vanwege een blessure ging dat niet door. Nou, kijk, ik ging niet naar Noorwegen voor interlands met een kleine lisblessure. Dus ik trainde niet echt veel in de interlandsperiode. Dus dat was misschien ook goed voor mij. Nu hebben wij echt een druk programma. Eén ding is fysiek, maar het is ook een mentaal. Je moet als altijd voorbereid zijn voor om een topprestatie te leveren. Misschien 3 keer per week. In de interlandperiode was ik hier aan het trainen, aan het behandelen. Dus ik voelde me eigenlijk best fris tegen Emmen. En dat komt goed uit, want er komt een ongelooflijk drukke periode aan. Svensson kijkt daar naar uit. Ja, het is natuurlijk een druk programma. Dus we moeten ons tussen de wedstrijden goed verzorgen met slaap, goed eten. En ook tussen de wedstrijden ook goed trainen. Wij weten dat wij echt fit zijn. Het is een druk programma, maar het is... Er komt ook veel leuke wedstrijden. Ik wil liever wedstrijden spelen dan trainen. Tot slot, heb je nog steeds niet koud? Nu wil ik misschien naar binnen. Nou, we gaan er een rij naar breien. Dankjewel, Jonas.